We zijn hier in Theater aan het Spui, waar we in de kerstvakantie Peter Pan gaan spelen. En enerzijds zijn we al druk bezig met de repetities, maar aan de andere kant moeten we ook goed nadenken over het decor en het licht. We zijn nu maten aan het nemen, kijken waar we alles gaan neerzetten, waar we de kinderen kunnen neerzetten als ze gaan spelen. Hoe zijn ze niet in beeld, hoe zijn ze wel in beeld? Al dat soort vragen, daar zijn we nu hier om eens even te kijken hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Waar haal ik de inspiratie vandaan? Peter Pan is eigenlijk voor mij altijd al als een klein meisje mijn favoriete sprookje geweest. Dus wat ik heel erg graag wilde laten zien in het decor is dat de fantasie van kinderen eigenlijk je mee kan voeren naar hele andere werelden. Dus ik heb bijvoorbeeld een bed ontworpen waar zij gewoon in gaan slapen, maar wat later ook omgetoverd wordt in het schip van kapitein Haak. En je ziet nog steeds wel dat dat het bed is van de kinderen. Dus er blijft constant een vraag hangen van: is het nou echt of is het fantasie? Ah, verrassing. Dat is een spannende verrassing. Ik ben heel benieuwd. Schmee, vertel van onze duistere avontuur. We zijn nu de piratenscène aan het doen. En het is een beetje een andere volgorde. Eerst zouden we door het midden gaan de hele tijd. Maar nu stappen we op vanuit de zeepont eigenlijk, uit de boot. En het gaat super goed. En we hebben er al heel veel zin in. En het wordt echt super leuk. Zal ik die dekselse pan ooit aan mijn haak kunnen rijgen? Beleef het deze kerstvakantie. Een magische en zeer luchtige avonturenvoorstelling voor iedereen met een jong hart.